just tell at home and stay with me. I told you I believe. Lay down, Sally, and rest you in my arms. And don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. And I've been trying all night long just to talk to you. Goedemorgen, dames en heren, jongens en meisjes. Van harte welkom hier in het centrum van Arnhem bij de opening van het Kwartiermakersfestival. Nou, applaus, ja, dank u wel. Eigenlijk niet voor mij. Achter mij staat de band Buitengewoon. Dus die mogen ook een applaus hebben, want die gaan zo meteen beginnen. En Buitengewoon is eigenlijk ook een hele mooie samenvatting voor wat we vandaag gaan doen. Het is soms buiten, het is soms gewoon en soms is het ook helemaal niet gewoon. Want we hebben heel veel bijzondere artiesten. En daar ga ik lekker nog even niks over vertellen. Want het gaat namelijk gebeuren door de wethouder van... waar is hij allemaal wethouder van? Van onderwijs, welzijn. Nou, dat zijn eigenlijk de onderwerpen ook voor vandaag. Ik geef heel graag het woord voor de officiële opening aan wethouder Henk Kok. Ja, dankjewel. Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn. We staan eigenlijk op een afsluiting van een activiteit die al 9 maanden bezig is. 9 maanden in allerlei wijken in Arnhem zijn mensen met een beperking uitgenodigd en ook uitgedaagd om te laten zien dat mensen met een beperking helemaal niet zielig zijn. Dat die mensen gewoon meedoen in onze samenleving en dat ze dat ook vooral moeten blijven doen. Allerlei activiteiten rond kunst, cultuur, bewegen, sport, je kan ze gek niet bedenken, hebben daar plaatsgevonden. En terecht hebben die plaatsgevonden in onze wijken, want daar wonen wij. En er wonen ook mensen met een beperking. En daar ontmoeten wij elkaar en daar leven wij met elkaar. En daar moeten we met elkaar zorgen dat wij een goede Arnhemse samenleving met elkaar kunnen vormgeven. The sun ain't nearly on the rise, and we still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? And don't you I believe? Lay down, Sally. U heeft de expositie bezocht. Wat vond u van de expositie? Het beeld wat ik heb bij autisme, vond ik het wel herkenbaar. Dat ze heel veel details zien en dat ze stukjes zien van dingen. Dat ze allerlei dingen horen die wij vaak denk ik niet horen. Omdat ze juist alles zo op de detail hebben. Dus ja, in die zin was het wel herkenbaar. Ik ga straks de expositie in het hoofdkwartier bekijken. Heeft u een bepaald beeld bij autisme? Ja. Welk beeld is dat? Het beeld is dat je verschillende vormen hebt. Wat ik net zag, het meisje die een boek schreef. Dat ze heel. Dat iedereen dus tot alles toe in staat is. En ik zie dan een beetje bij haar een stukje van niet altijd in contact staan. Dat beeld heb ik met autisme. Dat heb je in verschillende gradaties. Kunnen we u, als u de expositie heeft bezocht, nog een keer de vraag stellen of uw beeld daarbij is veranderd of bijgesteld? Of dat u nieuwe dingen heeft gezien? Graag. Lay down, Sally. Don't need to be so true. And I've been trying all night long just to talk to you. Een bazaar. Een geweldige vrouw, een schrijfster met autisme, die een geweldig boek heeft geschreven. En ik ben heel blij dat je dat aan de wethouder mag overhandigen. Wissen, voor jou het woord. Nou, welkom op het Kwartierfestival. Ik kom helemaal vanuit Breda om mijn boek te overhandigen aan de wethouder. Nou, naast het feit dat ik autisme ben, dat kun je niet aan de buitenkant zien, ben ik ook Turks en dat maakt het dubbel moeilijk om autisme te hebben. Want in een Turkse cultuur, ja, ben je niet autistisch als je een opleiding kunt voltooien en jezelf kunt uitdrukken. Dus daar heb ik een hele strijd mee te voeren. En daarnaast ben ik een van de inspirators van de campagne 15% inclusief. Oftewel om te laten zien dat 15% van de Nederlandse bevolking een beperking heeft en wij ook willen meedoen aan deze samenleving. En
dan is het nu de tijd om een boek te overhandigen. Ik weet dat u mij gisteren heeft gegoogeld, dus dat bespaart me even moeite. Het is al gesigneerd, dus ik hoop dat u er veel plezier mee heeft. Maar staat er echt helemaal gekleurd op. Oké, okay. Het boek ook, dus nou, dat was het en bedankt. Oké, okay. Blijf staan. U heeft de expositie bezocht. Ja. Wat vond u ervan? Ik ben ontzettend geraakt. Hele, nou, wat jij, je vroeg mij voor die tijd wat ik over autisme. Ja, ik merk gewoon dat ik een stuk in mezelf word geraakt. Dus ik ben helemaal ontroerd. En ik heb ook net met de twee vrouwen gesproken van het Leo Kannenhuis. En ik heb ze echt bedankt. Het is ook een cadeau. Het is een stuk herkenning. En dat had ik niet verwacht.